Goeiedag. Ja, het is natuurlijk nog steeds vakantie. Het is misschien een mooi moment ook weer eens te kijken naar het weer in Europa. Wij hebben de afgelopen dagen echt wel te maken gehad met zomersweer. Nou, zomers is het zeker ook in de zuidelijke helft van Europa. In de noordelijke helft van Europa, daar is het toch wel duidelijk wat wisselvalliger. Heeft alles te maken met de weersituatie zoals die nu op de weerkaarten staat. We zien een hoge drukgebied bij de Azoren en een uitloper van dat hoge drukgebied. Dat strekt zich uit tot Centraal-Europa en blijft eigenlijk de komende dagen ook steeds daar aanwezig. Met andere woorden, het weerbeeld in het zuiden van Europa gaat niet echt veranderen. Warm, droog en zonnig weer. In het noorden daarentegen, ja, dan zien we toch wel dat er af en toe storingen gaan passeren. Dit zijn de buien die in de nacht van dinsdag op woensdag ook over Nederland trokken en nu naar Duitsland wegtrekken. Als ik de animatie in beweging zet, dan zien we ook dat die uitloper van het hoge drukgebied, met name over het zuidelijk deel van Europa, erg persistent is, goed aanwezig is. Terwijl we in het noorden, mensen die in Schotland bijvoorbeeld op vakantie gaan, die zullen daar toch van tijd tot tijd wel wat buien krijgen. Ook in Noorwegen is dat het geval. Maar het zuiden van Europa, dat is toch wel grotendeels droog. Ja, er kan lokaal eens een forse onweersbui tot ontwikkeling komen, maar die zijn zeer lokaal. Droog dus daar en ook erg warm, temperaturen over het algemeen ruim boven de 30 graden. Ik kom daar straks op terug. En dan begin volgende week, dan zien we dat hoge drukgebied ogenschijnlijk zelfs wat dominanter gaat worden boven Centraal-Europa ook. En dat betekent dat het ook in het zuiden van Europa nog steeds heel rustig weer zal blijven. Heel warm weer ook. Ook het oosten van Europa krijgt dan met dat warme weer te maken. En dit model laat voor het noordwesten van Europa en het noorden van Europa ook begin volgende week toch nog wel wisselvallig weer zien. In deze situatie krijgen we trouwens in Nederland te maken met een zuidelijke stroming. En dan kan een zeer warme lucht ons land gaan bereiken. Vakantiegangers die volgende week in Nederland zitten, die kunnen wel eens met tropische waarden te maken gaan krijgen. Maar dat kunt u ook terugzien in ons andere weerbericht. Eventjes het stof erbij, want strak blauw zal het niet overal in Zuid-Europa zijn de komende dagen. Met name het zuiden van Italië zal wel veel stof in de lucht zijn. En ook in Spanje moeten we daar rekening mee houden dat de lucht niet altijd even blauw is. En ja, mocht er een keer een bui tot ontwikkeling gaan komen, met name in het zuiden van Italië, is dat mogelijk. Ja, dan kan de huurauto toch behoorlijk vies gaan worden. Verder dan de temperatuur. Ik gaf het al aan. In het noorden van Europa, ja, daar is het niet echt super warm. Daar liggen de temperaturen de komende dagen rond de 20 graden. Je moet echt wat meer naar het zuiden van Europa gaan voor de hoge temperaturen. Hier zien we dat die temperaturen ook in Noorwegen echt wel wat magertjes zijn. Wij zitten over het algemeen de komende dagen met temperaturen die rond normaal zijn. Ook in Groot-Brittannië niet echt die warmte. Misschien daar ook begin volgende week. Ja, in het zuiden van Europa is het plaatje heel anders. Ik kan u dat hier mooi gaan laten zien. Woensdagochtend, ja, dan gaan we alweer de eerste tropische dag krijgen. Hier zien we dat gebeuren in Griekenland, Italië en ook in Spanje en Portugal loopt de temperatuur hoog op. Dat geldt voor de donderdag ook. Ook het noorden van Afrika, mensen in Tunesië die daar op vakantie gaan, ook daar is het bijzonder warm. 35 tot 40 graden. Heel droog ook, zoals gezegd. Ja, bosbranden, dat blijft toch wel een risico. Er zijn momenteel nog steeds brandhaarden hier en daar. Ook op de Griekse eilanden is het bijzonder warm. Met nog steeds die temperaturen ruim boven de 30 graden overdag. Op veel plaatsen zelfs boven de 35 graden. Ja, de komende week denk ik dus ook dat het er als volgt uitziet. Voor het zuiden van Europa, waar de meeste vakantiegangers zitten, hoge drukinvloed, aanhoudend warm, tropisch vaak en ook erg droog. In het noorden van Europa, daar is het wel duidelijk wat wisselvalliger. Fijne dag nog!